Ra de eerste bij zusteren. En Ra... Net hadden we dit nog een film gefilmd. En nu boek ik alweer om... nu alweer een film als het goed van rechts. Ik verwacht hier wel wat dubbeltracties. Zo leuk dat ze dat niet tegenkwamen, maar ik verwacht ze wel. Ja, man. Duurt lang. Duurt er altijd super lang, hè? Tja. Of is het nou weer een goederen? Hallo, waar blijft die? Oh, rechts. Daar komt ie. Yeah. Ra. Goed begin. Ra, ik was net gewoon papa in de klas van waar hij naartoe ging. Toen zwaaide hij. En toen wilde ik iets zeggen. Maar toen ging opeens de dingen van laag. Dan poegt hij wel lekker door. Ja, god zit op zijn mond. God boekt het door Stijn of door Sporing in Nederland. Dat weet ik ook wel. Maar hè, alsnog vrij doorboekend. Ik zal graag zo'n Riva. Komt waarschijnlijk nu onze kant op. Duurt er altijd lang, want die gaat inmiddels voor de volgende laag. Tja, man. Neem maar even serieus, het duurt nu wel heel lang, hè. Hallo? Riva. Waar blijft die? Oh, links naar Riva. Nou, hier komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Ik had daar zo'n voorgevoel. Ik dacht... Oh nee! Ik ga gewoon omhoog, wat de heck? Ra, ik zit me nu wel een beetje zorgen te maken over de zon, want die is best wel voor ons. Ik ben bang dat het een keer voor ons gaat zijn. En dan, dat wil je niet, hè. Dus daar ben ik bang voor dat het gaat gebeuren, maar je weet maar nooit. Als ik links kijk, zie ik niks. Ja, je ziet het uiteraard, maar links staat het vappersflesje, het vallenflesje, het flesje wat jullie voor je zien. Moet je maar denken dat het drank of drukker zit, nee. Dat is ook geen boel, maar daarvoor is zo'n flesje en daar zit water in. Ik begin nu wel degelijk warm te krijgen, maar dat weet ik veel hoeveel graden het is. Boven de 20, boven de 28 of zo. De zon schijnt, dus ik zit hier te zweten. En hoe nou, komt ie? Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Oh, lekker windje. Ra. Moest je me niet denken, windje, als een schip een windje, als in die Aruba had, was zo snel, dat hij een beetje wind release. Ra, jemige, boekt even lekker door. Halleluja. Dat nu is het echt lekker een doorboeking voor mijn leven. En als we hierna klaar zijn, gaan we thuis even chillen met de ventilator, want het is bok warm. En ja, daarna gaan wij naar Anke toe en die heeft in een tuin een zwembad staan. En ja, dan mag ik zeg maar inspringen. Dan ga ik even lekker een beetje zwemmen in een zwembad. En dan heb ik een hondje meegenomen, dus kan ik zwemmen en een beetje knuffelen met het hondje. Die hond is ook warm. Ik gok, nu daarover genoeg heb ik gok Firm. Moet wel. Hallo, Firm? Ja, Firm. Iemand gaat rijdt hij langzaam. Nou, komt ie. Yeah. Ra. De attractie? Nee, toch niet. Ik zie het nu uiteindelijk niet, maar waarschijnlijk als ik thuis ben, zie ik de film opeens veel beter. Ik denk dat het zo is. Hier kan je natuurlijk best wel vaak kijken, omdat je hier heel goed kan kijken. Ik kan er elektraan bij staan, maar waar ik nu sta, kan ik alleen maar rechts goed kijken en links niet. Maar omdat ik rechts goed kan kijken, zag ik rechts een film aankomen. Dus ja, dat is eigenlijk waar de trein niet komt. Had ik ook stiekem eigenlijk al een beetje verwacht, maar ja, dat zei je zo, hè. Stel even, we zien vandaag geen enkele dubbeltracties. Dat zou, oh my god, dat zou echt
Oeh, dat zou helemaal vet zijn. Hè? Gewoon, ja, die zon maakt het wel mooi. Alleen, ik ben bang dat die zon vandaag voor me gaat zitten. En dan, ja. Vind ik toch maar fuck. Maar hoe dan ook. Hier de film. Dus ja, hier komt ie. Yeah! Je zou eigenlijk denken dat hij nog wat komt, dat hij zo laat hem lager, maar dat is nu toen niet enkel het geval. Tja, hier was hè. Hij is van meer dan een kwartier later of zo. Een kwartier niks is eigenlijk letterlijk een kwartier. Ik meen dat een kwartier is er niks gekomen, joh. Zo krijgt niks en links niks nu toe. Dan zou ik denk ik als het goed is links Arriva zijn. Maar omdat het zo lang duurde, zou je zeggen verder. Maar ja. Arriva is wel het meest dat verwacht. Ik verwacht niet dat Arriva. Maar omdat het zo lang heeft geduurd, begin ik met twijfels te hebben tussen Arriva en de wereld. Kan ik een goedere zijn? Het zou een afwet zijn. Zoals ik zo naar praten, maar ik heb gewoon. Oeh, dat was een hele praten ding. Ik denk Arriva, dat moet haast wel. Hallo? Duurt lang. Zie je, Verm? Ik had wel Arriva links welk, maar schijnbaar is de Verm. Heel random. Maar ja, hè. Komt ie. Yeah. Waar gaat omhoog? Zie je, dat is heel raar. Je zou zeggen dat er nog wat kan, maar dan is het niet gewoon niet zo. Heel raar. Ra, dan heb je alweer de film van rechts naar Ra. Ik neem aan dat hierna, hierna moet de Arriva komen. Ik had zo'n voorgevoel dat het weer vier verms wordt in plaats van twee verms. Hierna komen de Arriva's weer om het hoekje. Dan wordt het weer, ja, hoe kan ik het zeggen, logisch. Nu toch een enkele doodracties. Ja, het is uiteraard alleen maar fijn. Maar ik had er wel wat verwacht. Maar ja, zo blijkt maar weer. Niet elke dag. Soms ben je meerdere keer bij mijn baan over en dan heb je de attracties. Maar tot nu toe vandaag niet. Dus ja. Maar in ieder geval de verm. Hier lag ik even in de schouder staan, want ik breek hem weer uit door de zon in mijn rug. Nou, hij komt in ieder geval. Yeah. Yeah! Nou, weer aan. Moeka! Ra! Ik wil zeggen, als het nu ook wat komt, kan ik niet, want dan hebben we nog een film van links gehad. Nou, nu vak ik de Arriva's. Ra, ik zie rechts een Arriva, maar ik weet nou niet zeker over. Ik zie rechts een Arriva, maar ik weet inderdaad niet zeker of nou rechts een Arriva komt en links een Arriva. Ik ga wel naar dat het een doodattractie wordt. Met de rechts Arriva links Arriva. Maar het kan ook zo zijn dat de Arriva rechts is en dan nog Arriva links. Maar ik neem aan dat het allebei de attractie wordt. Ik ga ook links iets naderen. Het wordt een doodattractie. Dat kan niet anders. Het kan niet anders. Het wordt sowieso een doodattractie. Ja. Of ik daar blijf, wordt weer niet. Het duurt wel een beetje lang. Van links komt wat. Ja, dit is een dubbeltractie. Van de Arriva's. De eerste dubbeltractie waarschijnlijk. Nou, komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. En waar de rechts Arriva? Waar de? Ja, daar heb je het al. Daar heb je het. Ik wist het. Ik wist het, ik wist het, ik wist het. Het kon ook weer niet anders, hè? Het konnek is weer eens niet anders. Zo jammer dit, hè. Zo jammer dit. Nou, kom maar stomme Arriva. Dus er weer een uur te wachten voordat het weer een seconde komen. Dan is het weer een deel attractie. Nou, hij komt in ieder geval. Yeah. Inderdaad, dubbel. Ara. Hopelijk zijn de andere gaat even weer niet dubbel, want nu doet het een eeuwig hebben dat er wat komt. Het is nu al zo lang dat er wat komt. Ra, hoe kan het zo zijn dat wij nu alweer een trein hebben? Like legit. Hoe hebben wij nu alweer een trein, jongen? Dat is onmogelijk. Ik vind het zo raar dat mijn stem overslaat, hoor je het?
Ik neem aan dat het de Veres moeten zijn. Het kan eigenlijk maar één trein zijn. Maar ik zie we net de linksarrivade gehad. Dus daar ga ik er niet van uit dat het een attractie wordt. Maar even één trein. Duurt een beetje lang. Hallo? Ja, dat zou sick zijn, maar ik denk Ferm. Ik denk rechts moet wel zijn. Rechts moet... Oh nee, links! Links! Draai om! Hij komt ie! Yeah! In elkaar! In elkaar! Ara! Wat doet die verre van links nou weer hier? Ja, yes, ik zei het toch. Maar wat doet die verre van links? Ik had eigenlijk rechts verwacht en dan rijdt hij wel heel langzaam dan. Ra, eigenlijk van 4 minuten geleden komt de verre van links en ra. Dus 4 minuten geleden pas. Of ja, pas al. Dat gaat echt best wel snel die tijd als je het leuk hebt. Waarom kunnen ze niet gewoon de dingen die leuk zijn langzaam laten gaan? En de dingen die saai zijn snel laten gaan? Als dat zou bestaan, oh, te vet zijn. Dus zeg maar, stel je voor even een treinsport leuk, dat ze moesten langzaam gaan en dan de tijd dan, hè. En dan school wat ze niet leuk vond, dan moesten ze dan snel gaan. Dat zou echt, jongens, heel vet zijn. Een film rechts, vlak niks links, dat kan anders niet. Lucht lang. Weer hem. Begint de zweet op mijn rug inmiddels. Nou, hij komt ie. Yeah. Kom elkaar. Ah, ik was eigenlijk nu wat constant, maar ik dacht niet echt niet goed. Nou, Rivas. Ra. Ja, we hebben eindelijk zijn trein. Nee. Ik weet niet hoe lang, maar eigenlijk is langer dan volgens mij een kwartier of zo. Holy moly, wat is hier rustig voor vandaag. Maar het is ook zet in Maastricht, hè. Het kan ook zijn dat er geen werkt. Ja, dat is al een berg in Maastricht. Waardoor het hier misschien ook rustiger is geworden. Volgens mij hebben we een goederen. Of, nou nee, laat maar. Het is een Veres. Zie je het nu al? Het is een Veres. Ja, Veres. Het is Veres time, jongens, schijnbaar. En nu rijdt halleluja langzaam. Ik snap niet waarom. Doe, ja, of rijdt hij nou gewoon normaal? Oh, rijdt gewoon normaal. Dus ja, man, hier komt ie. Yeah. Muka. Muka. Ra. Halleluja, gelukkig. Toch wel, ik dacht wel even. Nou, veel rijdt ze heel snel. Red, heb je de andere film van rechts? Een ra. Het begint langzamerhand weer eens eindelijk even te gaan. Het begint weer eens. Een losbarsting. Daar ben ik heel blij mee. Dat we niet pas op 12 moeten zitten of zo. Het gaat echt bizar als langzaam dit. Maar echt. Er kan trouwens niks links komen. Dat kan echt niet. Oh, het is niet meer benauwd dan warm. Maar goed, het is augustus, het is altijd warm. Het is een beetje lang. Hallo? Korm. Nou, hier komt ie. Yeah. Ja, weer hem. Aan elkaar. En ra. Ik was eigenlijk, als nu goed komt, snap ik het echt niet, want er is net te ver om links geweest. Nou, nu Arribas. Ik zie rechts een Arriba naderen, maar ik zie volgens mij komen. Ik zie rechts een Arriba naderen. Ik weet niet of het nou een doodattractie wordt, of dat het gewoon één trein wordt. Dat we nu op 13 als ik het goed heb. Qua video's. Het boekt eindelijk eens even lekker door, hé. Ik denk dat we hier geen doodattractie hebben. Maar, I don't know, ik denk het ook van wel. Ik zie links niks naderen namelijk. Of wel? Volgens mij zie ik links wat. Ik weet het er niet zeker. Ja, links zie ik wat. Dan zou je hem hebben dan, Riva, van links. Laat Arriba, ik ben bang. Ja, rechts gaat zo te vertrekken.
Rechts gaat zo meteen wel vertrekken. Nou jongens, we hebben het weer aan. Het is de attracties. Nou, hier komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. We hebben een dubbel tractie. We hebben... Oh nee, nog geen eens. Nog geen eens. Wat hebben we hier even geluk. Nou, ik was gewoon een beetje van mijn papa aan het kletteren. Opeens ging dit ding. We zitten nu alweer op 14. Ik had echt gedacht dat het een dubbel tractie zou worden, maar... Nee, toch niet dus. Schijnbaar niet. Schijnbaar is het geen dubbeltractie. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ga even wat filmpjes doorboeken. Dag. Dus ja, man. Ik weet ook niet waarom deze overgang zo lang dicht zit. Ondertussen een beetje kijken naar papa, anders heb ik niks te doen. Ja, ik heb wel iets te doen, man. Anders vind ik een beetje saai. Nee, ik kan wel kijken. Dus ja. En papa, ben je aan het kijken? Oh, joh, ben je of zo. Nou, hier komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. En ra. En ra. Ik wou zeggen, nu kom, snap ik het echt niet. Links, links naar de rieven. Nou, vermpies. Ra, als het goed is, moet je daar de verre van links hebben. Ik weet het inderdaad niet zeker. Maar ja, links naar de rieven, rechts naar de rieven. Dan is het wel logisch dat de verre te voorkomen. Dus links film, rechts film. Links is hier met op groen geboekt. Het begint met doorswemmen dat de zon lekker op me schijnt. Ja, lekker. Het is niet echt lekker. Het is meer heet, jongen. Het is meer heet. Maar hey. Kan ik ook geduldig zien. Wist je nog, toen hebben we eerder zei ik in de vierde jaar, ik was bang voor de zon. En het begint met voor mijn camera te schieten. Maar dat is tot nu toe toch nog niet het geval geweest. En ik moet even een beetje gaan focussen, want ik even, ja, dat is. Nou, hier komt ie, jongens. Yeah. Dat is er eentje. Tussen elkaar. Een ra. Ik wou zeggen, rechts kan ik schoon, want ik zag geen. Ik zag wel even een seconde. Maar nee, gelukkig niet. Nou, rechts firm. Ra, dat firm van rechts. Een ra. Raad de film van rechts? Nee, raad heb je de film van rechts. Jezus. Hoe slecht is het dan niet dat ik mijn eigen tekst gewoon half... Mijn eigen tekst gewoon, ja... Half... Meneer van rechts film. Die naam moet de Arriba's zijn. Ja, man. We zitten nu op 16 alweer, jongens. Het gaat redelijk lekker. Het gaat niet slecht, het gaat niet goed. Maar het gaat niet slecht, het gaat niet goed. Het begon slecht, was een beetje slechter, maar het gaat nu weer de goede kant op qua video's. Tja. Ja, ik denk dat het gewoon een beetje praten, anders hebben jullie zo lang niks te zien. Dat is een beetje saai. Tja, man. Nou, hier komt ie. Yeah. Arra. Dat is een nieuwe. Deze is een nieuw. Woehoe! Ra, als het goed is, moeten we hier de magische goederentrein hebben. Hebben ja, we toch nog geluk? Ja, als het goed is. Het kan, ja, het kan ook gewoon een... kan ook gewoon een Arriba zijn. Maar volgens mij hebben we daar een goederen. Er mag niks links komen. Dat zou het een beetje verpesten, zeg maar. En het vies wordt het verneukt, maar volgens mij... Ja, rustig zijn. Ja, oké, okay, maar het kan ook gewoon één simpel lokje zijn, hè? Het hoeft niet per se een goederen. Ja, het moet wel per se een goederen zijn, maar het kan ook gewoon een los lokje zijn. Kan allemaal. Maar ik gok op een vrachttrein. Ik gok op zo'n lawaai-makerig ding. Het duurt een beetje lang. Pap, is het er een? Ja. Zie je? Een serieus een kleine. Goederen, die komt in je.
inderdaad. Het is wel klein inderdaad.